In de studio heb ik Marion Hogendijkjes, ze is kunstenares en uh, ze doet van alles met muurschilderingen en van alles en nog wat. Maar ik ga het eens vragen. dan kan ze het zelf allemaal vertellen. Marion, welkom. Leuk, dankjewel dat je mag zijn. Ja, uh, dat is uh, altijd prettig voor ons om iets te horen over een kunstenaar, want jij bent al heel lang bezig met kunst en uh, kunst in de buitenruimte vaak hè? Dat is wel uh, wat ik het meest mooie vind om te doen. En ik vind trouwens eigenlijk ieder mens een kunstenaar. Dat, uh, het is hoe je je leven leeft, toch? Ja, <laughs> ja, maar niet iedereen maakt van die mooie kunst als jij doet. Ach, ja. maar um, het is wel iets wat ik echt mijn hele leven al wil. Ik weet nog dat ik vier jaar was en ik zat op de grond te tekenen. En ik dacht echt zoiets van: ja, weet je wel, dit is gewoon mijn ding of zo. Dat is heel raar. Dus uh, ja. Dus dat heeft echt ook altijd wel. Nou, was dat raar? Hoe raar? Waarom was dat zo raar? Ja, dat je eigenlijk als vierjarige soort op bewust bent dat je dat zo graag wil. Ja, ja. <laughs> Nou ja, dat is, dan hoef je niet te zoeken naar een vak. Dan weet je dat al dus. Ja. En het is nooit veranderd. Nee, maar en ik heb ook, zeg maar, ben ik opgegroeid in een familie die dat gewoon ook stimuleerde. Hè? Die, die niet dachten van oh, daar kan ze niet van leven. En dat ze moet wat anders nee, nee, gaan nee, doen nee. en zo. Ja. Dus uh, ja. Maar ik heb wel. Kijk, net als elke kunstenaar heb je toch ook wel vaak uh, allerlei andere baantjes erbij. Omdat als je niet commercieel werkt, hè, dus je wil gewoon je eigen um, symbooltaal zeg maar, of iets ontdekken in de kunst. Dan, ja, dan heb je ook wel eens dingen die je maakt die niet verkocht worden. Ja, dus, ja. Maar wat je wel zelf voelt dat je moet maken. Dus, ja, het ja. is een soort drang van de kunstenaar om het te maken en niet te commercieel denken. Nee, dus nee. Um, ja, dat, uh, dat is natuurlijk altijd een dubbel iets. Ja, en, maar uh, vind je het het prettigste om buiten te werken dan? Of zeg je nou, ik vind een atelier ook prima? Het is wel zo dat ik heel graag monumentaal en groot werk en ik werk mm -hmm. ook graag sociaal met mijn kunst. Dus uh, dan kom je al gauw eigenlijk in de openbare ruimte of in gebouwen terecht, ja. of in ieder geval publieke ruimtes. En um, het mooie daarvan vind ik dat als je uh, uh, als je natuurlijk in de publieke ruimte werkt, dan heb je ook te maken met omgeving. Ja. En ook met. Uh, met mensen die bijvoorbeeld uh, ook daar gedachten over hebben. Maar dat kan ik op de een of andere manier altijd heel goed. Omdat ik goed kan luisteren en kijken wat iets no waar iets nodig is. Hmm. En dan overzie ik dat en dan kan ik toch mijn eigen ding er wel in kwijt. Dus dat ja, ja. leg ik een soort over elkaar heen. Je luistert wel naar de mensen die het straks moeten gaan zien. Ja. Want het zit dan in een openbare ruimte vindt of in een gebouw. Dat is ook belangrijk. Maar je eigen idee uh, blijft daar wel in zitten. Ja, omdat ik, um, omdat ik vaak met gedachtes werk die in de maatschappij spelen. Dus dat kan je gewoon toch daar wel heel goed in, in verwerken. Nice. Zonder dat iemand daar nou echt specifiek datzelfde over moet denken. Want ik hou er wel van dat iedereen zijn eigen interpretatie uh, aan een kunstwerk mag geven. Ja. En het mooiste vind ik altijd, en dat hoor ik wel vaker, dat uh, mensen die langer naar een kunstwerk kijken, er steeds andere dingen in zien. En dat moet ook eigenlijk, vind ik. Want een kunstwerk is niet van een bepaalde tijd en ruimte. Het moet eigenlijk gewoon meegroeien. Het moet gewoon van altijd en overal kunnen. Vind ja, ja. ik hoor. Dat is nog een hele les die je nu zo nou ja. even neerlegt. <laughs> Ja, maar dat is wel een mooie gedachte. Zo, om uh, niet te denken: nou ja, ik maak wat en dat moeten mensen dan maar mooi vinden. Nee. Maar je kijkt wel, vinden mensen het ook mooi, maar ik zet er wel mijn eigen ideeën achter. Behalve als ik mijn autonome werk gewoon, natuurlijk, in mijn atelier maak, dan, dan het, uh, maakt het mij echt niet uit of iemand dat nou mooi dan vindt is of des niet. Deskunstenaars. <laughs> nou, dan zeggen ze niet dat ze het slecht vinden, maar dan zeggen ze: ik vind het wel apart. Ja, toch dat gebeurt op? dat niet heel vaak. Nee. Maar, maar het maakt mij ook niet uit als mensen zeggen van oh te gek, dat doet me ook niks. Nee. Maar hè, werk je dan, want buiten werk je heel veel met fresco's. Ja. Dat zijn muurschilderingen meestal. Hè? Ja. Je hebt kennis uit Italië, Griekenland en uh, dat soort zaken natuurlijk. Um, heel oud soms. Ja. Maar jij maakt nieuwe dus. Ja. Ja. Blijven die dan lang? Um, als ze buiten zijn? Je? Ja, als ze buiten zijn, want ik maak ook wel bij mensen binnen. Mm -hmm. Ik heb ook in het buitenland gemaakt, bijvoorbeeld in Spanje, waar een wat warmer uh, klimaat is. En bijvoorbeeld uh, daar heb ik ook een aantal overdekte in een soort patio gemaakt. Dus die blijven best wel goed ja. en ook lang. Um, waar natuurlijk constant de regen en de wind op staat, is natuurlijk toch wel wat kwetsbaarder. Mm -hmm. Maar de speciale techniek die ik zelf ontwikkeld heb, uh, die ik gebruik, is een heel mooi minerale verf. Wat um, ja, eigenlijk fresco-achtig is. Ik kan dus ook echt stukken en in natte kalk werken, dat kan ik. Maar dat is hier in het Nederlandse klimaat is dat gewoon niet zo goed. Mm. Dus nee. ik doe het op uh, speciale platen die zuigend zijn. En die bewerk ik voor ook met een soort stuklaag. En en uh, daar werk ik op met mineralenverf die ook in de, in de platen en zijn. En dan blijven ze ook langer. Goed. Heeft het echt een hele mooie, uh, ja, ja een ja. soort beschermlaagje. Maar je hebt toch ook een, uh, een, je zegt ik werk veel buiten omdat ik dan met mensen kan communiceren, kan praten. En dan kunnen die ook hun ideeën geven. Maar als je in een atelier werkt, werk je toch eigenlijk een beetje eenzaam? Of? Ja. Of te veel gezegd? Ja, en dat moet ook eigenlijk. Want. Um, uh, je moet je echt volledig concentreren. En er moeten nieuwe ideeën gaan komen. En dat moet eigenlijk zonder ruis van allerlei dingen die uh, buitenaf eigenlijk op ons allemaal altijd uh, afkomen en die ja. we moeten verwerken. Ja. Maar je moet, het is eigenlijk een soort topsport, dan zie ik het. Ja, want ja, ja. je moet fit zijn, je moet je goed voeden, uh, je moet open zijn, uh, je moet niet met dingen zitten. Uh, het moet gewoon heel zuiver zijn en dan komen de goede dingen eigenlijk in je, in je kunst. Tenminste. Niet belemmerd worden door allerlei rare gedachten of Goed. problemen die er spelen. Ja, dat soort zo dingen. werkt dat bij mij. Je moet vrij zijn. Ja, want de, vaak wordt de gedachte voor kunstenaar: die zit in het uh, café en nou, ik drink helemaal niet, alleen thee. <laughs> En um, ja, die moet allerlei problemen hebben en zo. En dan kom je tot je beste werk. Nou, dat werkt bij mij juist echt niet. Nee, maar dus, dat dus kan bij uh, iedereen verschillend zijn. Maar ja. of dat altijd zo goed is geweest, dat wordt nu een beetje verheerlijk. Dat soort zaken. Ja. Die, de absint en zo bij de schilders. Maar het ja. is maar de vraag of dat zo gewerkt heeft. Ja, maar goed, klopt. jij bent daar wat nuchter in. Ja, ik zie het gewoon toch als een, als een um, ja, Je moet wel passie hebben, want je komt, zoals in elk leven, kom je toch allerlei dingen tegen waar je gewoon, ja, waar je weer overheen moet stappen. Dus je moet wel ja. uh, passie hebben en het gewoon echt willen, want anders ga je het niet redden. En, um, maar ja, het is, uh, ik vind het fantastisch iets er, om het is te een doen, liefst Prachtig <laughs> Prachtig ja. vak om te doen. Um, je hebt een uh, atelier op de Maasluizendijk. Ja. In Schiedam. Waar sluisdijk 108 in Vlaardingen, dus in echt Vlaardingen, in het centrum. Ja. Ik kijk zo op het gemeentehuis aan de achterkant. Oké. Okay, dat is ook wel wat waard. En je gaat daar ook wel les geven, begrijp ik? Of um, doe je dat al? Ik wil uh, volgend jaar weer uh, les gaan geven. Um, dan doe ik echt speciale kunstlessen. Dus het zijn niet zomaar um, tekenlessen, maar het is echt vanuit niets iets maken. Dus uh, mensen staan ook vaak versteld. Um, als, als ze lessen hebben uh, wat, wat ze soms, waar ze soms toe in staat zijn. Mm -hmm. Dingen die ze niet gedacht hadden. Omdat we gaan eigenlijk niet op safe. Maar we gaan gewoon echt nieuwe dingen... Uh, wat bij iemand past gaan we uh, ontwikkelen. Je zet niet een fles neer. Teken die maar na of schilder die maar na. Het zou kunnen, maar dan gaan we er bijvoorbeeld iets anders mee doen. Dan gaan we hem bijvoorbeeld op zijn kop leggen, of we gaan ja, hem drie ja. keer over elkaar tekenen. Of uh, weet je, <laughs> iets. Je en dan creatief. ontdek je wat. Ja. ja en dan zie ik bij de mensen en zij ook uh, wat dan iets speciaals. Dus de een is bijvoorbeeld heel uh, uh, secuur, de ander is juist weer heel los. Dus ja, daar ga je dan weer op door. Dus ja, ja ik werk op een speciale manier uh, met de workshops. Iedereen mag daar zijn eigen idee in leggen. Ja, liefst. Allerbelangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. Dat gaat volgend jaar dan weer gebeuren. Dat is het idee in ieder geval dat je dat gaat doen. En ze kunnen zich al, als ze dat willen, aanmelden. Zelfs heel graag als ze dat willen, want dan kan ik het overzien. Misschien is het handig om die website dan te noemen. Oké, wwwmar in het midden-jonjon.nl en, en zal ik zal toch even iemand aan Tess Tom heeft geschreven. Ja, dat, dat is met, dus zeg maar een soort ontmoet, M-E-T, het uh, apenstaartje, maar, um, M-A-R, M -R, streepje in het midden en dan Jonjon.nl. Heel mooi om dat allemaal te horen van je. Dank je wel voor het gesprek. Marion Hogendijk, en heel veel succes met het vervolg en alle dingen die je nog van plan bent om te gaan doen. Want je bent nog lang niet uitgewerkt. Dat er zijn nog duidelijk. heel veel dingen, want ja, er zijn ook nog uh, exposities die gaan komen en zo. Maar dat kunnen ze ook allemaal op de website. staat op de website zien. allemaal. Dankjewel. En jullie ook heel erg bedankt.